Leden van de Montferlandse voetbalverenigingen VVL, MVR en Stockholm stemmen de komende weken over een mogelijke fusie tussen de clubs. De drie voorzitters hopen dat de leden meegaan in het traject naar één toekomstbestendige voetbalclub met Sportpark Marinus van Rooyen in Serenberg als thuisbasis. Wij gaan daar met ziel en zaligheid voor en het zou heel mooi zijn dat onze leden ons daarin ondersteunen. In hoeverre merken jullie dat er tegenstand is tegen de fusie? Tegenstand? Ik heb nog niet echt een groot verzet ondervonden. Natuurlijk zijn er ook altijd wel mensen die hun vraagtekens bij zulke dingen hebben. En je geeft natuurlijk ook wel wat op, hè? Je sluit wel wat af. Er zit natuurlijk een stukje historie achter, een stukje emotie. En dan heb ik het vooral waarschijnlijk wel over de wat oudere leden die daar toch wel heel wat dienstjaren achter de rug hebben. Ja, als wij dan vertellen dat je uiteindelijk moet zorgen voor een grote, stabielere club. Hè? Omdat we ook heel erg goed door de bocht kunnen met Stockholm en met MVN natuurlijk, is dit gewoon ook voor ons het momentum om te zeggen van we moeten nu de handen in elkaar slaan. Zorgen dat we met z'n allen het draagvlak naar binnen brengen in een goede, gezonde vereniging. Het is een fusie op basis van gelijkwaardigheid. Dus het is niet zo dat men hier bij MVR de grootste vereniging zegt van nou jullie komen maar hierheen en er gebeurt verder niks, je mag hier lid worden. We gaan er een nieuwe clubkleur aan hangen, er komt een nieuw logo, nieuwe shirts. Eigenlijk worden we echt een nieuwe club en dat gebeurt eigenlijk op basis van gelijkwaardigheid. Boshoek, dat zal een andere naam gaan krijgen. Dat wordt omgedoopt, dat hebben we ook al bekendgemaakt. Dat zal het Marinus van Rooyen Sportpark gaan heten. Je krijgt een nieuwe naam met nieuwe kleuren. Dus daarin ben je gewoon met z'n allen, vorm je een nieuwe vereniging met draagvlak uit alle drie de verenigingen. En wat hopen jullie op dat de gemeente Montferland ook gaat doen, mocht de fusie doorgaan? Hoop is een beetje zwak uitgedrukt, want wij rekenen er eigenlijk op dat de aanpassingen die nodig zijn op ons sportpark, dat we die kunnen samen met de gemeente kunnen doen zonder dat wij daar financieel onze nek vooruit hoeven te steken. MVF, VVL en Stockholm zijn op dit moment drie gezonde verenigingen. En het is niet onze bedoeling dat we ons in de schulden gaan steken om deze fusie mogelijk te maken. Nou, we zijn volop in gesprek met de gemeente Montferland. Er zijn nog geen harde toezeggingen, er zijn ook nog geen harde afwijzingen. Maar die bal die rolt nog steeds. Dus daar kan ik ook helaas nog geen uitsluitsel over geven. Maar ook daar hebben wij alle vertrouwen in. Ja. Mochten de leden allemaal voorstemmen, wanneer gaat dan de fusie in werking treden? Het doel is om dat met ingang van het seizoen 2019-2020 te doen. Dus dat is aanstaande zomer al. En dat is ambitieus, maar zoals het nu loopt nog steeds wel haalbaar.